Chris Daels, u bent vele jaren als undercover agent werkzaam geweest voor de Belgische politie. Maar op een gegeven moment kreeg u ook in 2003 een verzoek van de Nederlandse justitie. En dat ging om deze zaak. Officier van Justitie Plooi zal zich niet meer bezighouden met de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. De beslissing heeft te maken met de bedreigingen tegen zijn persoon. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam verklaart hierover: op grond van persoonlijke afweging heeft hij ervoor gekozen zich binnen het Amsterdamse parket met een ander taakveld te gaan bezighouden. En u werd toen gevraagd om een klus te klaren. Welke was dat? Ja. Dus er was informatie dat er bedreigingen waren, dus doodsbedreigingen op meneer Plooi, officier van justitie. En men had inlichtingen dat die bedreigingen zouden komen vanuit de Bijlmerbias. Meneer Plooi werd op dat moment op een aantal dossiers zware criminaliteit. En men kon met deductie afwegen van kijk, dit komt waarschijnlijk uit die of die afdeling. En toen heeft men mij gedropt, laat ons zeggen, in de Bijlmerbaaiers als gevangene. Je moest zich voordoen als een crimineel. Mijn cover was wapenhandelaar. Dus ik was zogezegd opgepakt door het internationaal gerechtshof in verband met de genocide in Rwanda. Hoe zie je eruit op zo'n moment als je de Bijlmer ingaat? Ongeveer zo? Ja, laat ons zeggen, het is een aantal jaren geleden al. Hè. Wanneer je zo'n klus aanvaardt en wanneer je zo'n opdracht gaat uitvoeren, dan maak je voor jezelf een profiel. Wie ben ik? Wat is mijn historiek? En dat maak je op voorhand uit. En je leeft je in je rol. Het is een beetje zoals acteren. Je speelt niet iemand, je bent iemand op dat moment. Ik denk dat jij dat begrijpt. Hè? Ja. Als het goed is. Als je wil vertrouwen opwekken, als je wil slagen in je opdracht. Dus wapenhandelaar lag voor de hand. Anders kan je al moeilijk verklaren dat een Belg in een Nederlandse gevangenis zit. Dus het moest iets speciaals worden. Nu, 3-4 weken in een gevangenis, in de Bijlmerbaaiers. Ik heb prettige opdrachten gekregen. Want u kwam in die cel en toen? De cel ging open en ik had de pech dat mijn voorganger een junkie was. En dus de cel ging open en er kwam een walm uit. Dus de muren hingen vol met die man zijn uitwerpselen. Hè. Het was niet om aan te zien. Het was niet voor je schoongemaakt? Nee, helemaal niet. Dus de bedoeling is dat iedere gedetineerde zijn eigen cel schoonmaakt. Dus ik had pech dat mijn voorganger niet zo netjes geweest was. En toen moest hij de uitwerpselen van de muur halen? Ja, dus ik heb bestek gevonden. Een mes dat geslepen was langs twee kanten. Wat de bedoeling was, weet ik niet, maar het lag er. Een vork met een tand af. Hè. Een lepel die omgebogen was, zwart geblakerd onderaan. En ik ben beginnen met dat bestek, die uitwerpselen van de muur te schrapen, alles schoonmaken en dan uiteindelijk alles in een vuilniszak verzameld. Nu, zanderdags komt de hoofdcipier een opname doen, een inventaris doen van de aanwezige materialen en die haalt er gewoon netjes dat bestek terug uit. Een lepel, een vork, een mes. En ik heb dus 4 weken met dat bestek moeten eten. Wij zijn niet anders op. Hollandse gastvrijheid. Ja. U zit daar in die cel. Weet die cipier van dat is een undercover agent? Nee, totaal niet. De bedoeling was dat niemand op de hoogte zou zijn. Ook niet de directeur van de Bijlmer? Ook niet de directeur. De directeur was gebriefd van kijk, moest het zijn dat een buitenlandse gedetineerde vraagt om gehoord te worden, om een onderhoud, dan moet je de politie verwittigen. Alleen, dit is een veiligheidsmaatregel. Je kan niet anders om reden dat anders risico loopt op lekken. En dan komt de... U moet zich dan mengen tussen de, of onder de gedetineerden, als medegedetineerden, tussen de gedetineerden eigenlijk, om erachter te komen wie diegene is die in dit specifieke geval... Ja. Dus ik had wel een target voor ogen. Dus men had mij een beschrijving gegeven van dit is onze target, dit is ons doel en die moet je benaderen. Ja. De Bijlmerbaaiers regime is een gevangenis, allemaal aparte cellen. En uiteindelijk zit je 21 uren eenzaam in je cel, bedoel eenzaam opsluiting. En je komt 2 periodes per dag uit de cel. Een keer 1 uur en een keer 2 uur. Oh. Dus in die 3 uur moet je het doen. Ja. Nu, die man kwam bijna niet buiten, dus de tijd verkortte nog. Maar ondertussen blijf je dagen in de gevangenis zitten. Wat doe je in die uren dat je eruit bent? In die 3 uur dus? Is dat eten? Ja, 1 uur luchten noemt men dat. Hè. En dan kan
kan je buiten, effectief op een binnencour, de grootte van een basketbalterrein. Ja. Twee uur recreatie noemen men dat. En dan heb je de kans om op het plateau, de cellen, de centrale gang, om daar vrij te bewegen en een praatje te slaan met andere gedetineerden. Dus dat was het moment om contact te zoeken. Hebben ze u nooit ervan verdacht dat u een verklikker was? Ja, het probleem was, ik ben dus hals over kop aan die opdracht begonnen. En het probleem was dat ik een aantal logische passages had overgeslagen. Bijvoorbeeld, als je in de gevangenis komt, dan heb je eerst een soort acclimatisatie. Je leert de gebruiken van de gevangenis kennen. En om tijd te winnen hadden we het overgeslagen en was ik rechtstreeks op de afdeling terechtgekomen. En dan de wet van Murphy nog erbij. Men had vergeten van mijn code, van mijn misdrijf in te vullen. En iets wat ik toen niet wist, was dat er blijkbaar een onderzoek lopende geweest was net voor mijn aankomst over corruptie bij cipiers. Dus iedereen was extra alert. En ja, de cipiers dachten ook nog dat er misschien iemand was om hun te verklikken. Ja. Dus de cipiers verwitterden de medegevangenen. En ja, zonder dat ik het wist, was de volledige Bijmer-bias. Op je nek. Hoe moet je dan een beetje manifesteren? Want je moet dan toch laten zien dat je een boef bent, om het maar zo te zeggen. Dus dat hangt af van jezelf, van je eigen profiel, van wat dat binnen je mogelijkheden ligt. Wat heb je mis daar? Wapenhandel. Dus ik heb gekozen om te werken met suggestie. Op die moment. Dus ik heb gezegd van kijk, ik ga niet zeggen van ik ben een crimineel. Nee, ik ga zoals dat de gevangenis vol zit van onschuldigen, ik ga meedoen met onschuldigen. Ik ben onschuldig. Dus ik heb het spel gespeeld van ik ben hier onschuldig. Men gaat mij hier moeten vrijlaten. Dit is niet netjes. Op die manier. In de hoop dat men zou zeggen, ja oké, die is zeker niet onschuldig. Die, dat heeft uiteindelijk gewerkt. Na een aantal weken sloeg dit aan en geleidelijk aan het vertrouwen kunnen winnen. En een aantal keren mij moeten profileren. Een nichterige Antilliaan die wat rondfladderde. Van de mannen liefde. Ja, die heb ik gewoon bij zijn keel gegrepen, even omhoog geduwd. En de toon was gezet en geloofwaardigheid kwam omhoog. Want dan doe je het goed als je daar een homo aanpakt. Als je het stukje zeep op de grond gooit, dan doe je het niet goed. Heeft u uiteindelijk die man weten te traceren? Een beetje bij toeval. Dus ik kon die man niet rechtstreeks benaderen. Ik had dan gekozen, oké, ik kijk met wie hij contact heeft. En ik ga via een omweg bij die man komen. En eigenlijk uit puur geluk ben ik dan bij een van zijn contacten terechtgekomen. En bleek dat uiteindelijk mijn target te zijn. Dus dat heeft eigenlijk toch wel... Die heeft toen tegen u gezegd, ik heb die plooi op het oog. Ja, ik heb die plooi, ik wil die plooi pakken. Die gaat er niet onderuit komen. En die was aan het flippen op het moment. Dan is het spel proberen informatie te krijgen, te geven, weer los te laten. En dus gewoon tijdens dat uurtje of die twee uur recreatie proberen een maximum informatie onopvallend eruit te halen. En dan op een gegeven moment denk je, ja, ik heb het. Ik heb min of meer, hij heeft het gezegd. Wat doe je dan? Druk je op de bel? Ja, maar op dat moment zit mijn taak erop. Hè. Dus dan hebben we de target gelokaliseerd. Dan hebben we een bevestiging van oké, dit komt uit die hoek. En daar is het gevaar. En dan is natuurlijk het werk van de recherche om verder te werken. En een paar dagen nadien ben ik uit de gevangenis gehaald. Hoe vaak is het nu in het geval zoals u er nu uitziet, dat u denkt, er zijn zoveel mensen die weten dat ik ze bedrogen heb. Ik voel me niet echt lekker. Ik bekijk het niet als bedrogen heb. Ik heb mijn job gedaan, ik heb dat correct gedaan, ik heb correcte rapportering gedaan. En we hebben een spel gespeeld en zij hebben verloren. En in mijn geval, mijn targets. Je kan zeggen, je hebt ze bedrogen met een andere identiteit. Maar ik heb ze niet bedrogen met de informatie. Ik heb bijvoorbeeld niet gerapporteerd dingen die ze niet gedaan hebben. Uh-huh. Maar ze zullen u toch als een verrader zien, of niet? Ja, oké, maar dat... Als je daar niet mee kan leven, dan moet je die job niet doen. Nee, maar misschien dat is de keuze die je maakt. Misschien vinden zij dat u er niet mee mag leven. Of voelt u die dreiging niet? Ja, oké, maar dan hoop ik dat er een Nederlands undercoveragent naar buiten komt om mij te helpen. Misschien. Vast!